Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Oh my god. Het is zover, mijn kraamtas. Ik ben echt een rood. Ik heb nu al de tas 20 keer opnieuw gedaan. Ik denk dat dit mijn laatste vlog is met mijn buikje. Buikje. Buik. En dit is nu mijn buik momenteel. Ik krijg echt wel een buik hoor nu. En ik voel hem continu trappen. Ik kan er niet van slapen. Hoera! Waarom ga je huilen? We hebben dus een leuk getaway tripje in Zandvoort geboekt. Ja! Wat? Oh, heel goed. I love Julie. X Mike. Hou je muts op? Ja. Mijn haar niet. Muts afgezet, nu zit het niet meer leuk. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. Onder andere ga je zien dat onze papa 60 wordt en Romee wordt 30. Oh my god. Ik en mijn liefde gaan een weekendje weg. Of weekendje weg, meer een nachtje weg. In Zandvoort. In Zandvoort. Ik ga mijn kraamtas, oftewel vluchttas, voor jullie laten zien. Aangezien ik dit al 20 keer heb ingepakt. En nu voor de laatste keer weer aan jullie laten zien. En omdat we één keer de twee weken een vlog uploaden, is het misschien de laatste keer dat Marie zwanger is in deze vlog. Dus het is heel erg spannend. Heel veel baby's eigenlijk nieuw. Sjoe gaat nog de producten gebruiken van Bling Low in deze vlog. Dus ben je benieuwd? Blijf onze vlog bekijken. En like en abonneren. Love, Reinders. Oké, het is vandaag zondag. Ik heb net een spraytan opgedaan. Ik weet niet of je het ziet. Ik heb nu voor u laten uittesten. Dus ik laat even binnenkort weten wat ik hiervan vind. Aangezien ik natuurlijk niet meer onder de zonnebank mag. Vanwege mijn zwangerschap heb ik nu een spraytan uitgeprobeerd. En het is best wel mooi bruin. Ik ga lekker appeltaart bakken. En ik ben ook druk bezig met mijn babykamer. Ik zal even jullie een update geven weer. Dit zijn de laatste troepjes. Ik heb heel veel op Instagram vragen gekregen. En tips en tricks. Dus dat wilde ik met jullie delen. Bibspeentjes ben ik zelf weg van. Ik heb ze allemaal laten koken. En het is gewoon duurzaamheid. En ook met het rubber wat in de mond van de baby moet. Vind ik dat toch erg belangrijk. Dus dit is eigenlijk naar aanleiding van jullie tips heb ik dit gekocht. Dank jullie wel. Ik heb echt er nog 20 gekocht. Maar die zijn nog niet binnen. Daarbij heb ik ook heel veel vragen gehad. Wat ik voor product ga gebruiken voor baby. En dat ga ik nu dus van dit proberen. Ik vind het minder lekker ruiken als Zwitsal. Maar goed. Wel is daarmee echt met elke allergie geboren die er maar eens bestaat. Dus mijn verloskundige had ook wel geadviseerd om het niet geparfumeerd te doen. En gewoon echt eventjes natuurlijke basis. En naarmate het baby misschien wat ouder is, ga ik toch wel over naar de Zwitsal. Aangezien ik het zo lekker vind ruiken. Maar misschien kom je naast ik het alleen voor in de haartje bijvoorbeeld Zwitsal doe. En de rest van ja, hoe spreek ik het uit? Naf. Nee. Daarbij heb ik al mijn lades voorbereid. Hier had ik ook heel veel tips over gekregen. Water wipes. Geen idee wat ik ervan ga vinden, maar dat ga ik allemaal ontdekken. Luiers in maat 0, in maat 1. Washandjes, hydrofiele doeken. Helemaal vol drie laars. Ja, ik weet niet of ik het allemaal goed doe, jongens. Maar het is mijn first baby. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En hier heb ik alle pakjes aan elkaar vast. Die ze meteen aan kan. De mutsjes, maar die zitten allemaal in de was. Ik ben eigenlijk aan het wassen. Alle complete setjes die ik heb. Ja, ik ben wel echt van de sets. Dus ik wil ook echt dat de baby setjes gaat aandoen. Alle rompertjes, slot. Slofjes, sokjes. Echt super schattig. En daarbij heb ik hier al mijn voorraad. En echt allemaal voorraad doeken, luiers. Noem maar wat op. En dan mijn kraamtas. Oh my god. Het is zover, mijn kraamtas. Ik ga niet alles weer uitpakken. Want ik ben echt een rood. Ik heb nu al de tas 20 keer opnieuw gedaan. Maar dit wilde ik wel aan jullie laten zien. Dit is niet haar geboortepakje. Maar ik wil als ze dan naar huis gaat, heb ik dit schattige muurtje van First. Met een bijpassend pakje. Met strikjes. In het roze. En een hartje op de billen. Daarbij heb ik gewoon rompertjes. Ja, ik heb geen idee welke maat. Dus ik heb maat 50, 56 en 62, 68 mee. En een jasje, want dan wordt het natuurlijk koud. Dus ze heeft een hele roze outfit om mee naar huis te gaan. Dus dat is eigenlijk de outfit die ik graag wil als we het ziekenhuis mogen verlaten. Ik wil wel namelijk graag in het ziekenhuis bevallen. Omdat het me iets fijner idee geeft vanzelf. Daarbij heb ik echt de geboortepakjes. Nou, ik zal laten toch denk ik eventjes zien. Ik ben echt een rood. Zo, daar ben ik weer. Ik twijfel dus twee geboortepakjes. Dus ik neem ze gewoon allebei mee. Ik vind het wel gek vinden. Ik heb dit beeldige pakje van Sense of Style gekregen. Een verkooppunt van mij. Ik vond het echt niet normaal lief. Echt zo'n duur cadeau. En zo lief. Dus anders krijgt het meisje dit pakje aan. Het is een pakje aan elkaar vast. En de voetjes zijn helemaal in het Dior printje in het crème. Ik vind het echt beeldig. Kijk die ruffeltjes. Dit heb ik als pakje met sokjes eventueel. En dan wandjes voor de handjes. En rompertjes voor natuurlijk voor de onder. Dus dit is mijn keuze 1. Laat even weten wat jullie leuker vinden. En ik zweer bij dusbags. Ja, ik, Jill en ik bewaren echt al sinds wij 16 zijn al die dusbags. Dus ik heb eigenlijk in elk pakje heb ik een dusbag zitten. Dat vind ik veel handiger ook voor opbergen. En ook gewoon ziet er nog leuk uit. En dit heb ik eigenlijk als tweede pakje. Ik zelf vind dit iets schattiger. Maar ik weet niet of dit iets te klein is. Dit is maat. Ja, er staat 1 maand bij. Maar ik vind het zo klein. Maar zo beeldig. Daar heb ik bijpassende sokjes bij. In het roze. En dan een
verlengingje wel gewoon gelukkig met voetjes erin. Dus in principe hoef je dan geen sokjes aan. Dus dan heb ik dit pakje. En dan heb ik dit wel, dit hele schattige Dior mutsje bij. En dan met een Dior deken. Dus dit is eigenlijk mijn tweede geboortepakje. En je hebt ook een bijpassend mutsje bij. Dat vind ik ook echt beeldig. Maar ik weet niet of die lekker zit. Dus daarvoor heb ik gewoon even zonder kanten, zonder strikken. Anders wordt ze misschien dan meteen gek van me. En ook weer wandjes voor op de handen. Zo, dan heb ik eigenlijk ook weer hier een dusbag om. Dus ik heb eigenlijk 3 outfitjes thuis en 2 geboortepakjes. Dan had ik hier aan jullie thuis gevraagd wat je nou voor jezelf mee moet nemen. Nou, daar heb ik echt hele goede tips van gekregen. Dit zijn eigenlijk allemaal spullen waar ik denk niet dat ik zonder kan. Dat is bijvoorbeeld, ja, je zult het heel onbelangrijk vinden. Body lotion van Nulabo, van Santal, van Skims. Daar leef ik bij. Ik wil gewoon altijd lekker ruiken. Mijn haarelastieken van Atelier de Femme. Daar zit mijn haar echt als enige strak van. Dus als ik echt een opvlieger krijg, moet ik deze elastieken hebben. Nou, deo, niet al onbelangrijk. Ik heb scheermesjes mee, handgel, mondkapjes tegenwoordig. You never know of het wel of niet moet. Mijn favoriete geur van Remedy Sans. Is het ook een favoriete geur van Kootje. Dus als je Kootje kijkt, dan stink ik toch bijna. Ook rolls. Scheermes, handgel, tandpasta. Ja, behaartjes. En verder heb ik de Skims badjas mee. Omdat die echt mijn goddelijk lekker zit. Verder ga ik nog twijfelen. Ik heb gewoon een kanten BH'tje. Wat ik gewoon altijd lekker vind om te dragen. Voor mijn banden. Maar Shul heeft ook voor mij echt een heerlijke seamless Calvin Klein BH gekocht. En het zit echt nog groot. En het zit ook echt heel erg lekker. Dus ik denk dat ik deze BH aan ga doen. En ik zelf ben echt van altijd oversized t-shirts. Dus ik denk dat dit mijn bevalling outfit wordt. Gewoon een lekker oversized t-shirt met een BH eronder. Als ik het dan warm krijg, kan die altijd nog uit. Dus is ook weer mijn dusbag. Dit is een beetje een grote dusbag. Hup, gooi ik er zo in. En dan moet ik alleen nog natuurlijk nog voor Jime een lekker outfit hebben. Ik heb deze tas echt 20 keer opnieuw ingepakt. Ik ben zo neurotisch. Ik denk, heb ik alles? Hoop dat ik niet de enige ben. En ik wil nog eten inslaan. Ik wil nog mijn zure matten hebben, chipjes en misschien een muesli of graanreep. Voor als de winkel wel dicht is en ik ga bevallen en ik heb altijd honger. En appelsap. Ik zie mijn appelsap. Dus dit is een korte intro van mijn kraamtas. En dit is dus mijn nieuwe bed, jongens. Deze is gisteren neergezet. Ik heb deze bij Black Luxury laten regelen. Het is een hele mooie camel kleur. Een beetje bruin velvet. En hij is echt mega groot, mijn bed. Ik had altijd een 1,60 bed en deze is 1,80. Ik moet even nog een goede spruit kopen, aangezien er, zeg maar, mijn spruit niet meer overheen valt. Heel vervelend. En het is heerlijk met opberglades. Nou, ik ben er zo tevreden mee. Zo blij. Ik ga nu ook een beetje mijn kamer oppimpen. Ik ben de laatste tijd alleen maar met de baby bezig geweest. Dit is echt helemaal hoe ik het wil. Alleen nog mijn eigen slaapkamer niet. Dus Jim en ik gaan nieuwe lampjes kopen voor de nachtkastjes. Een nieuw tv. Gewoon even een grote tv. Aangezien ik straks met voedingen wel even lekker tv wil kijken. Dus ja, ik heb hier alle knuffeltjes gewassen. En ik heb deze echt 4 keer dubbel. Dus dit wordt denk ik het knuffeltje voordat ik een kindje kwijtraak. Dus dit is de update van het babykamertje en mijn eigen bed. Maar wat denk je zelf? Is dit de laatste keer dat je zwanger bent? Ik ga even kijken wanneer ik was aan onze vlog dan nu. Ik denk dat dit mijn laatste vlog is met mijn buikje. Buik. Big Baby Belly. En ik denk ook dat dit de laatste keer is. Want ik Michiel dacht eigenlijk 29 oktober, maar dat vandaag. Is vandaag. Nou, je weet het niet. De dag is nog lang, maar dat is denk ik niet. Ik zat denk ik meer echt een week, misschien een beetje voor mijn datum. Rond 8 of zo. Het is een schoonpapsjarig. Het is een schoonpapsjarig. Oh, het wordt sowieso een schorpioentje, want oktober zijn we al bijna voorbij. Dus het sterrenbeeld staat er tenminste al vast. Even kijken, en de babykamer is ready. Ik denk dat die al een half jaar ready is. Maar ja, ik heb nu echt de laatste spulletjes gekocht, zoals echt speentjes, producten voor de baby, billendoekjes, echt waar je niet aan denkt, thermometertje tot schadeknippertjes. Nou, je noemt het maar op. En de kraamtas heb ik natuurlijk voor jullie ingepakt. Ik heb het onbewust volgens mij nu wel weer veranderd sinds ik het heb opgenomen. Aangezien er nog wel eten in zit, ik krijg heel veel tips nog van jullie, heel erg lief voor mezelf. Het pak van Jime zat er nog niet tussen. Heb je lipgloss ook? Nee, ik moet nog voor mijn lippen iets lekkers hebben. Ik heb wel echt mijn body lotion en alles mee. Je hebt wel eten nodig. Ja. Ik weet er niet hoe lang het gaat duren. Dus, maar ook geen broodje filet zelfs. Je bent zelfs aan het bevallen. Toch de laatste uurtje. Nou, ik denk zodra ze thuis is, ga ik Jime bij mij een broodje van de kaas ook filet speciaal halen. En ja, dat moet echt per se van de kaas speciaal. Anders eet ze niet nu. En ben je er klaar voor? Is Jime er klaar voor? Nou, worden we nu al steeds zenuwachtiger. Want ik heb ook nog niet echt beseft dat het nu ik zelf deze vlog opneem, dat het gewoon elk moment kan gebeuren. Want ik ben nu al voorbij de 37 weekjes. Maar ik ben er zeker klaar voor. Iedereen is echt geniet nog maar van je rust. Maar ik vind het juist wel leuk. Die zeg wel 10 jaar lang alleen geweest. Ja, met Jime alleen, dus ik kan niet wachten op de baby. Op de baby, oh. Ja, ik voorspel dus dat het babytje vandaag zou komen. De dag is nog niet voorbij, dus dat weet ik niet. Ik vind dat Marie erbij heel laag ligt en ze krijgt steeds meer last. Dus ik denk dat het niet heel lang meer duurt. Maar ja, ik heb over het algemeen echt heel veel mazzel gehad. Maar nu is het echt mijn rug. Dus meestal gaan we in de ochtend naar kantoor. En dan ga ik rond lunchtijd weer richting huis. En dan gewoon verder thuis werken met Jules. Aangezien mijn rug gewoon, ja, het is ook wel logisch. Want het wordt echt een hele grote buik. Dus het gewicht gaat allemaal naar voren. Naar voren. Je zit ook zo. Ja. Ik kan op een gegeven moment een beetje van hoe je moet zitten ook. Zo, onze papa is vandaag 60 jaar geworden.
En gisteren was de persconferentie van corona. En morgen gaat echt alles op slot. En vanavond hadden we nog gereserveerd bij ons favoriete restaurant Dynasty. En dat kan dus nog doorgaan. We zitten wel aan aparte tafels en het is wel de laatste avond. Maar ja, we gaan er nog van genieten nu het nog kan. Om toch nog even de verjaardag van papa te vieren. En Romee wordt 16 oktober 30. Ik denk onbewust ook even voor haar verjaardag. Aangezien we die ook niet meer kunnen vieren. Dus ik ga me nu omkleden. Ik heb echt momenteel nog helemaal niks bijzonders aan. Ik heb net mijn haar gekruld. En dan gaan we nog een beetje leuk vieren met de familie. Ik heb sowieso bij Hippie Puree een ballonnen toef voor mijn paps geregeld. En ook voor Romee. Taarten bij Maria natuurlijk. Bij een Hippie Puree echt die ballonnen. Dat ze nog wel een beetje zich jarig voelden. We wilden een heel groot feest gaan geven. Maar uiteindelijk ja, is dat helaas allemaal niet door kunnen gaan. Maar ik denk dat iedereen hier last van heeft. Dus we zijn niet de enige. Dus ik ga nu even kijken wat ik aan ga doen. De hondjes ga ik zo even met James' zusje brengen voor op te passen. En ik ga sowieso deze plaatjes aandoen. De overnielaarzen. Aan mijn hand, mama. En even kijken welk jurkje ik nog pas. Ik heb deze, de Chelsea. Eventueel, maar ik weet niet of het voor binnen te warm is. Maar anders doe ik denk dit gewoon aan. Met mijn overnielaarzen. Die heb ik ook nog eventueel in het crepe. Dus jullie zien mij zo in welke outfit ik aandoen. Okay, ik had de Chelsea aan, maar dat was echt... Ik heb echt nergens last van, behalve van opvliegers. En ik had het nu al. Dus ik denk met eten, weet ik het niet. Ik heb dit makkelijke jurkje van Sara ooit gekocht. En het is best wel een challenge nu om een jurkje te vinden waar je buik in past. En wat ook nog lekker zit als ik daar 2 uur straks zit. Dus ik heb nu wel het Sara jurkje, maar wel met de overnielaars van Reinissen bij aan. Ik vind het denk ik wel een leuke combinatie. Het is niet al te speciaal. Maar ja, wat moet je anders aan met die buik? Kijk nou. En de Reinissen shoes. Overnies. Nou, we kunnen niet vieren, maar hoe leuk heeft Chantal dit gedaan voor ons. 60 met allemaal ballonnen. Dan is papa toch nog jarig. Als hij hier met mama zit. En... Het is nog niet over. We hebben ook een hele mooie taart voor papa geregeld. Met onze vrouwtjes. En Beertje. Bij Maria. Onze vrouwtjes, ja. Wij gaan naar Amsterdam. En ik draag mijn Burberry suit. Met de Reinerslaarsjes in het crème. En mijn Pradabek. En mijn liefde is ook in het crème. Dus we matchen. Mijn mama loopt op krukjes. Ja, dat is niet erg. Nee. Ik laat mijn schoenen maar zien. Maar kijk hoe beeldig ze eruit ziet. En papski is jarig! Yo! 16! Mama moet op kruk lopen, want die was gevallen. Maar ze doet wel gewoon hakken aan. Wat een gek. We zijn onderweg naar Dynasty. De allerlaatste avond je kan uit eten. En papa is precies papa's verjaardag. Toch nog een beetje mazzel op zijn 60ste verjaardag dat we kunnen uit eten nog. Ook al is het maar tot 10 uur. En heerlijk bij ons lievelingsrestaurant. Dus we sluiten goed af. We zijn aan het uit eten. Ik zei al, we switchen straks van plek. Ja. Lekker! Nog niet pakken hoor, Mike. Ja. Wachten tot de andere tafel ook heeft. Ja, dan. Dat zei je ook even vet veel. Lekker hoor. Bon appetit. Ondertussen tijdens het eten. Ja. Mama is aan het voelen. Ja, dat is zo leuk. Hè? We hebben gelijk een bal. Hij heeft echt een bal. Oh ja, mama loopt op krukken. Had je dat gefilmd? Ja, dat heb ik gefilmd. Mama liep op hakken in Amsterdam. Mega hoge hakken met de krukken. Ja. Ja, mama is bezig met een huisje te verbouwen in onze tuin. Ja, met een breakfast. Met papa. En ze heeft dus onderschat dat het trappetje, de bovenste, dat je daar niet op kon staan. Toen dacht ze, dan spring ik. Maar thank god is alles goed gegaan. Want heeft ze nu alleen last van haar enkel. Dat het ook anders af kunnen lopen. Dus mama, voortaan als je dit hebt, bel ons gewoon. Zodat gewoon een telefoon bij zit. Dus nee. Die loopt nu met de kruk. En het is niet gebroken. Maar het doet wel heel veel pijn. Dus ze moet wel rust nemen. Maar dat doet ze niet. Nee, ze zei al, voordat de baby's komen, is ze gelukkig vanaf. Dus, nee, ik moet nog 6 weken met die stomme krukken lopen. Oh. Dus daar behaalt ze ook zo van. Het is niet als jouw kindje is geboren, gewoon alles. Nou ja, ze doet het alsnog hoor. Dus. Ja, ze neemt niet. Maar goed. Nou ja, wat vinden onze ouders ervan om in 1 keer 3 kleinkinderen te krijgen? Ja, ik denk, what? Ik denk dat ze zeggen ook bij ons is dat ook. Dat het pas het besef komt als Marie er babytje er is met Jaime. Opeens natuurlijk van geen opa en oma naar 3 kleinkinderen in een half jaar tijd. Is best 5 maanden zelfs. Heftig. En ja. Ik heb zelf ook niet beseft dat Jules echt een kleine jongetje draagt en Romee een meisje. Romee heeft meer besef dan ik. Dat is heel gek. Ik heb het dan nog niet beseft dat ik moeder word. Maar ook omdat jij, ja, terwijl je wel echt heel veel bijwerkingen had en verschijnselen. En ja, nee, dat op zich wist ik het elke dag dat ik moeder werk, maar meer gewoon qua gevoel. Het is gewoon zo gek. Ja, dat je gewoon een wondertje in je buik hebt gegroeid. Heel apart. Ja. Ik heb nog steeds niet het idee dat ik over een maand gewoon mama ben. Nee. Maand? Misschien wel een week of 2 weken. Ja, dat kan ook. Zo, mama heeft gezellig de tafel gedekt voor de medeverjaardag. Want we gaan vlees en kaas fondueën, het ballonnen. Let niet op mijn vreselijke makkelijke outfit. Ziet er echt uit, oh nou, als net, of moekie.
Dus de belly is growing. Nog maar 3 weekjes, jongens. Romee is vandaag jarig. Die is 30 geworden. En Dana en Romee halen Jaime op. Ik was Anneke Toer. Hi. De hondjes. En wij hebben voor Romee als cadeau. We gaan nog een ring samen ontwerpen voor de verjaardag. Maar wegens corona ging die afspraak niet door. Ze hebben echt superleuke luiertjes met panterprint. Voor in de kerstboom schoentjes. En een luiertas van Gucci bij Bo Berends. Dus daar zal ze heel blij mee zijn en ook elke dag gebruiken. Daar is ze dan hoor. Hoera, dat kan je wel zien, dat zijn zij. En wij allen zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Ze leven lang, hoera, hoera. Ze leven lang, hoera, hoera. Ze leven lang, hoera, hoera. Leven lang, zal het leven. Voor de jarig Jopje. Dat is een leuke kaart. Eén, hè? En haar geluid. Dun, dun, dun. It is your birthday. Wow, wat een verhalen. Dat lijkt... Oh nee, mama. We hebben geen plek meer. We hebben... Gefeliciteerd met je 30ste en vele jaren. Kusjes van mij. Lieve sis, happy birthday to you. Mooi, is trots op je en je wacht. Wordt een goede mama to be. Love you a lot. Jullie. Lieve zus, happy birthday, hou van jou, kistjes Marientuin, dirty dirty. Papa, hallo Romee, de tijd vliegt alweer, 30 jaar, alles heb je op een rijtje met je zakenhuis, Dani en nu jullie girly in aantocht. Love you en trots op je. Kus papa. Oh, oh wat schattig. Gefeliciteerd met je 30ste, ongelooflijk waar blijft de tijd, maar zo mooi dat je een babytje bij je draagt, zo bijzonder. Wat is het een geschenk voor ons allemaal, ik kan me nu niks bedenken. Jawel, heb je doorgestuurd. Misschien wel meeglezen. Oh. Oh. Baby fair shoes. Mama vindt ze ook heel leuk. Ik vind ze vrees. Mama vindt ze verschrikkelijk. Ik ook. Wow. Ja, dat lint is een beetje uit proportie, want ik heb hem moeten tillen. Nou, ik ben benieuwd wat het is dan. Eigenlijk voor jullie allebei. Alle drie eigenlijk. Ik hoop dat het goed is. Wauw, wat hebben jullie nou weer gedaan? Oh my god. Ik wil weer huilen. Waarom ga je huilen? Ik wil niet. Je hoort erbij. Oh, ik ben cadeau. Daar is die, hè? Wat Gucci allemaal niet kan doen, nee, grapje. Ik dacht dat Gucci niet verwacht dit. Nee, hè? Gucci, het is zo goed. Dank je wel. Mooi, hè? Ja. Ga je ook huilen? Ja, ik heb het gewoon nooit verwacht. Nee. Ik ben helemaal in shock. Het is dezelfde kleur als de wagen. Dat vond je mooi, toch? Als een Mercedes. Ja. Als er mee. Mooi, hè? Wauw, super mooi. Wat een goeie zeg. Ja, ik ga het in ieder geval hard gebruiken. Blauw? Nou. Wij hebben blauw en Marie heeft zwarte. Kun je ze ook alle drie van elkaar lenen, dacht ik later. Ja, nee. Nee, ik zeg ja, nee. Etters. Ja, nou. Daar bedoel je, als wij hier misschien ook nee, ja. Nee, nu mag je niet meer lenen. Daar. Romee krijgt cadeaus, maar heb je die ook voor mij? Hebert. Even kijken of ik iets van jou leuker vind. Heb je recht nou, dit is ook schattig. Ik ga zo stuk. Ik weet niet wat ik maar dat is gewoon lekker bezig. Dit is van mij. Jij hebt een voetjes. Ja, nee, met dit. Ja, joh, ruit van één. Ruit om, hoor. Ja, kijk, er blij zijn. Ik heb blij zijn. Nou, ruit om. Ik zie er helemaal in. Met een majootje en een sweatertje. Ik krijg die daarna toch wel weer. Oh. Is dat voor saus, mama? Champignonsaus. Lekker. Voor bij het vlees. We hebben kaas nu. Het is veiliger als we het daar zetten. De appelmoes hier. En vlees. Maar die schaal, dat is wel wat... Dat ja. Ik denk dat het zo goed staat. Ik geef wel door. Hallo hondjes. Zo, en dat je weer raam gaat lappen. Nou, dat is slecht. Oké, dat zit wel logisch. Ja, papa is 60 geworden, Romee 30. Normaal gesproken vieren we dit inderdaad heel groot. Dus we zouden ook een heel groot feest geven. Ja.
helaas niet mogelijk. We zeiden wel toen al, omdat we dus nu alle drie zwanger zijn, is het misschien toch wel leuk om het feest te verplaatsen als we wel gezellig kunnen doen en lang tot in de nacht kunnen doorfeesten. Ja. Maar goed, we zijn nu alsnog, we hadden nog mazzel, want papa was op 14 oktober jarig. En die avond gingen we precies het eten en na die avond ging alle horeca dicht. Ja. Dus we hebben het nog wel leuk kunnen afsluiten. Ja, we stonden wel natuurlijk op afstand, dus het was wel leuk het eten, maar het was nog een beetje gek. Maar we hebben in ieder geval wel heel gezellig nog de avond kunnen vieren en hun verjaardag. En toen natuurlijk ook nog wel een leuke mooie cadeaus gegeven. Ja, we zijn lekker naar Dynasty geweest als lievelingsrestaurant, maar voornamelijk voor Romee en papa. Ja. Dus het was eigenlijk een mazzeltje voor papa's verjaardag, daar ging hij uit eten. Want voor Romee's verjaardag wisten we het nog niet, anders konden we niet meer uit eten. Dus voor ons gevoel hebben we het nog echt wel leuk en goed gevierd. Ja. Oh ja, Romee was super blij met haar cadeau. Ja, we wisten, kijk, ze wordt 30 en wilde eigenlijk iets speciaals voor haar regelen, maar door corona is ze aan heel veel dingen dicht en konden we wilden naar doorgaan. Restaurant en hotel en daar een heel groot feest organiseren. Ja, en echt, ja, je wordt natuurlijk niet zomaar, wij vinden 30 wel echt een leeftijd en 60, dus we wilden het eigenlijk samen vieren met papa en Romee tegelijk. Dus we dachten van, nou, dat houden we haar altijd nog te goed, maar wat heeft ze nu nodig? Nou, ze is natuurlijk echt alleen, maar nu ook in de babyfever, net als ons. En ze had nog een luiertas nodig. En aangezien ik een Gucci diving heb, Marie en Romee wilden die ook heel graag, dachten we, nou, kunnen we dat als mooi cadeau geven? Maar dat had ze dus totaal niet verwacht en daarvoor werd ze ook een beetje emotioneel. Ja, Romee helpt om alles. Ze zei gisteren ook nog. Ja, ze heeft gisteren ook al Marie gehaald, omdat ze zei, oh, want om god, het gebeurt bijna. Dan kun je de kleine knuffelen. Ja, Romee heeft wel echt meer, meeste last van zwangerschapshormonen, denk ik, te huilen. Dus dat had ze gewoon totaal niet verwacht. Zo'n mooi cadeau. En dat hebben we allemaal bij Bo Berends kids gekocht. Dus echt super mooie diverbags. Ja, jouw luiertas ook. Ja, al onze luiertassen. Dus het is echt heel fijn. Dat is ook inderdaad. Zoals jullie weten is er weer een halve lockdown aan de hand. Dus dat betekent niet meer uit eten, niet meer langs familie en vrienden, noem maar op. Dus nu heeft CISO en het Palace Hotel een hele leuke actie. Dat je een overnachting plus kan uit eten. En dan voelt het toch nog of een beetje of je, ja, of je wat doet. Misschien een groot woord, want we doen genoeg. We kunnen nog genoeg. Maar we hebben dus een leuk getaway tripje in Zandvoort geboekt. Dus ik en Mike zijn nu aan het pakken voor ons avondje weg. Ik draag een heerlijk comfy set van Reiners. En heb ik tot nu toe ingepakt Clean Glow producten. Want ze hebben daar een bad. Dus we gaan even ons maskeren en ons klaarmaken. Make-up onderbroekjes. En dan ga ik nu kijken wat ik nog meer nodig heb. Ik heb een outfit nodig. Want we gaan in de avond dus uit eten. Dus wil ik wel iets leuks aan. Ik vond het een super gezellig leuk idee. Ik wil iedereen adviseren. En zo heb ik toch nog een beetje een getaway momentje. Met z'n tweetjes voordat de baby er is. Proberen we elke keer toch nog iets in te lassen. Het is een beetje lastig om mijn outfit te zien. Maar het is dus heel mooi. Die wollen set van Reiners. Wordt hier geborduurd. Hij is heel chic, heel comfy. En dit is nu mijn buik momenteel. Ik krijg echt wel een buik hoor nu. Ik ben wel blij mee, dus ik ga het hier even opruimen. Dan brengen we Stinky bij mama. En dan gaan we gewoon heerlijk vertoeven in het hotel. Ik ben benieuwd, we hebben een hele mooie loftkamer. Dus het schijnt op de 18e verdieping te zitten dat je over een heel strand en zee uitzicht hebt. So I can wait. Mike is ook helemaal zijn koffertje aan het pakken. En zijn cadeau die van mij heeft gekregen, zijn hoeveel kledingzak. We doen net even gewoon chic naar Amsterdam gaan of zo, maar we gaan gewoon heerlijk naar Zandvoort. Te leuk. Mike doet net even op vakantie gaan, ergens chic heen. Nou ja, het is vintage. Je moet net mazzel hebben met dit soort items, maar dat vinden wij zelf leuker dan echt die overgeprijsde truien en dingen. Hier, heb je nog wat aan? En ik heb deze mee. En ik doe lekker mijn sjaal om. En dan hebben wij volgens mij alles mee. Oké, we zijn er. Hier gaan wij slapen in Palace Hotel. Oh, ik heb hoogtevrees. Ik ga het voor jullie filmen. Oh, ik ga stukken om. Daar gaan wij. Oh, we gaan alleen nog niet. Naar de 18e verdieping. We zijn nu net binnen. Hoe leuk. Wat is daarachter? Is daar de douche dan? Oh, hier is de douche. Het uitzicht over heel het strand. Kom. Nee, kom. Oh, dit is wel heel leuk. Dan kijk je uit op buiten. We moeten eigenlijk even de gordijnen open doen. Hoe leuk. Ik vind het ook leuk dat zo'n overloop heeft van gordijn. Van blauw naar crème. Oh. Dit is leuk. Welkom. Dit is mooi. Oh, ik kan meelopen. Hoe leuk. Ah, dit is gaaf. Kijk dan, heb je gewoon de hele hoek. Strand. Mijn liefde. Oh, en hier is een lekker zitje. Robin, het is de hotels van haar ouders. Die weet dat ik van kassen hou en Mike van whisky. Dat is super lief. Thank you, Rob. En nee, dit is geen sponsoring. Ik vind het gewoon heel leuk om iedereen te supporten deze tijd. En we gaan hier gewoon overnachten. Want ze hebben een leuke deal met eten en een overnachting. Dus hoe leuk. Nou, Mike is snel eventjes kolen halen. Want we gaan in bad. En we gaan ons vieren. Hij met een drankje en ik met mijn kassis. Maar ik vind het niet normaal. Het view is zo mooi. Echt gewoon bizar. Die zee. Ik heb Zandvoort nog nooit vanaf zo hoog gezien. Dat is ook wel raar als je hier mijn hele leven woont. Hoe leuk. Even kijken. Hoe ik dit bad ga aanzetten. Oh. Oh, dat is de... Oh, tuurlijk, Jules. Gewoon een kraan. Duh.
zitten zo bubbels in. Oh my god. Mike en ik vroegen ons af of je ons zou kunnen staan als we daar staan. Maar dat kan dus. Of staan, zien. Maar Mike gaat nu voor mij iets schrijven. En dan gaan we het vanaf boven filmen. Dat is wel een leuk idee. Moet ik helpen? Wat ga je schrijven? I love you. Oh, dat kan je echt wel lezen. I love Julie X Mike. Mike en ik hebben onze naam opgeschreven. Ik ben benieuwd hoe het zien. Wat een mooi licht is dit. Goh. Mooi licht? Niet. Normaal, het echt ziet er heel goed uit. Ja, zeker waar. Ja. Ik hoop beter dan dit. Foto's en op filmpjes. Ik ben echt benieuwd hoe het ziet. Zullen we het zien? Hm? Gewoon heel excited. Tum. Wacht, je moet naast me staan. Ben je er? Ben je er? Ja! Wat? Oh, ja. Wow, heel goed! Oh, alleen die stomme vlag zit ervoor. Ja. We hadden iets naar rechts moeten doen. Kijk. I love Julie. X Mike. Hebben we even leuk gedaan, schatje. We zitten echt heel hoog. Jullie zijn echt mega. Hoe leuk. Ik heb dus een broodje pakket gegeven aan de vogels. Maar het zijn er nu echt insane veel. Mike en ik zitten lekker op een bankje. Kroketje te eten. Snel voor het naar Sisel gaan. Maar we hadden toch nog wel even honger. Kijk, daar is mijn vriend weer. Hi, dat is heel zielig. Dan heb ik het over de volgende. Hallo. Ik heb niks meer. Nee. Arme beestje, het was ook moeilijk nu alle horeca dicht is. We kunnen nergens meer eten halen, die zeemeeuwen. Nee. Wij gaan heerlijk eten. Oh ja, dit is in de shadow, mijn love. En wij hebben het hele restaurant achter een soort van. Ga lekker sushi eten. Sushi. How is your beef? Magnifiek. Heerlijk uit eten voor 2. Eigenlijk voor 3. Als je de baby die ook meetelt. 4. Als je Mike 5 ook meetelt. Is dat Jan? Dat is je ook niet. Tel je service. Room service, sir. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hoe lekker ziet het eruit? Ziet er wel lekker uit. Cheesecake, Oreo's, banaan en... Wat een Bailey. Koffie? Billy, ja. En chili. En ordered me. En chili erbij. Je hebt de kaarten? Ja. Moet ik die pakken? Ja, daar was ik. Oh. Sorry, toch de tv zo hard? Oh, it's dark. Oh shit. Is er geen nou? Ja. Zou je op mijn voet staan? Ah, we need light. Michael. Kevin Sheehan. Kevin Sheehan. Mr. Kevin Sheehan. Ja, mijn broek te lang is. Nee, lukt wel. Lukt wel? Ja. Heel rustig lopen. Dit is wel echt een blok. Dit is echt heel gevaarlijk. We made it. Woehoe! Nog steeds. Zo worden we wakker. Good to see. Ik heb nu een afspraak bij de verloskundige, dus we moeten iets eerder weg. Was gezellig, hè, schatje? Ja. Dus we gaan nu een stinkje ophalen naar de verloskundige voor de baby. Baby belly. We hebben het heerlijk gehad. Hoe was mijn romantische tripje in Zandvoort? Nou, het was dus heel grappig dat ik in die lockdown kwam. En aangezien ik en Mike dachten van nou. Ja, en ook een beetje om de locals te supporten. We merken gewoon in horeca heel zwaar. Helemaal in Zandvoort ook, maar natuurlijk ook. Ja, dus ons vriendinnetje die heeft een restaurant Ziso Lounge. En haar ouders Palace Hotel. En die hadden nu een heel leuk arrangement voor 60 euro per persoon met eten en een kamer. En dat kan natuurlijk verschillen qua kamers, qua prijs. Toen dachten wij nou, waarom eigenlijk niet? We hadden best wel druk weekend achter de rug. Ik was een beetje moe. Ik had pijn in mijn rug. Het is om de hoek. En toen zijn we een soort van dagje weg geweest in Zandvoort. Dus het was eigen dorp. Echt heel leuk. Wat een hele mooie kamer. Met een lekker bad. Mooi uitzicht. Dus. En heerlijke sushi gegeten. Heerlijke sushi gegeten. Toen heb je alsnog wel het gevoel dat je er een beetje uit bent. Ja, en we hebben heerlijk nog toetjes meegenomen naar bed ook. Want het was ook gewoon heerlijk relaxed. En gewoon helemaal even niks zelf doen. En de dag erna gewoon weer lekker stinkje opgehaald. En weer thuis. Dus dat was ook wel heel lekker. We kunnen eindelijk goed mijn babybuik zien. Dat is zeker waar. Ik heb nu echt een mega belly. Vind ja, Sjil heeft laatst ook op Instagram haar eerste baby belly foto gepost. Moet je nu eindelijk wel wat gaan zien. Ja, ik vind het echt wel even het bovenste knoopje los. Ja, kijk, je hebt ook echt een grote navel. Ja, kijk. Hier zie je nog steeds wel iets van slank. Kijk. Nee, het is heel gek en het is super leuk. Ik ben nu 24 weken, nou eigenlijk ben ik 25 weken. Als jullie deze vlog al hebben gezien. En ik voel hem continu trappen. Ja. Of slaan.
Continu. Ik kan er niet van slapen. Vannacht heeft hij de hele nacht me wakker gehouden. Door de lekker drinkje die al. Precies, ook, ja, terwijl die van mij ook echt mega druk is. Nou, ik word er gewoon wakker van. Ik word zo snel, wel snel wakker, maar dit is gewoon niet normaal. Hij denkt gewoon echt van, oh, ik ga lekker slapen van, ja, here I am. Dus, wel heel erg leuk. Superleuk. Maar ik voel hem continu, dus dat is wel heel grappig. Ja, het lijkt me ook dat je dat heel erg gaat missen straks. Als je geen levende beweging meer hebt in je buik. Ja, lijkt me ook geen... Ja, op een gegeven moment Romee heeft het ook al gevoeld. Maar ik was ook wel heel snel ik het voelde. Ja. Zoals nu ook, is je ook weer aan het trappen, denk ik. Aandacht, aandacht. Lijkt me al een beetje op mij. Ik ga even een scrubje op mijn gezicht doen van Kleenlo. Aangezien ik daar mega fan van ben. Mijn moisturizer is helemaal op. Die heb ik ook nieuw ontvangen. Ik ga even lekker mijn gezicht scrubben. Dan leg ik de camera eventjes neer, zal je laten zien. En dan daarna het eindresultaat. En dan plof ik lekker neer op de bank. Want ik ben gewoon veel sneller moe, merk ik nu ik zwanger ben. En daar heb ik hiervoor nooit last van gehad. Dus ik vind het ook best wel irritant dat ik dat nu heb. Maar goed, ik moet af en toe echt mijn rust even pakken. Dus ik ga nu even een Kleenlo momentje inplannen. Ik gebruik dus een scrub van Kleenlo. Ik zal mijn haar iets naar achter doen. Ik heb daar een heerlijke band voor. En die heb ik inmiddels ook nieuw ontvangen. Want... Maar ik gebruik het product zoveel dat het niet meer wit was. Ik moet zeggen, elke keer denk ik van, oh, dat missen ze nog. Een lekkere badjas. En dan hebt de eigenaresse ons van, oh, we hebben ook een leuke badjas gemaakt. Dan denk ik, stuur maar door. Dus ze zijn echt heel goed ook qua marketing, vind ik. En qua strategie. De nieuwe scrub lijkt dus naar Melon. En ik vind het echt heerlijk. Ik hou dus onwijs veel van Melon. Ik heb een beetje oneffenheden in mijn huid. Door de zwangerschap. Dus hier zie je hier... Een paar dingetjes op mijn hoofd. Dus ik ga even lekker mijn huid scrubben. Met de Clean Glow Scrub. Handen natuurlijk eerst wassen. Dat heb ik al gedaan. Ga je in rustige bewegingen heen en weer. Over je gezicht. En wat ik dus heel fijn vind aan deze scrub. Normaal is een scrub echt knijterhard. Qua substantie. En dan vind ik het dus pijn doen als je gaat scrubben. Ik denk altijd van, dat is toch niet goed voor je huid. En deze heeft dat dus niet. Deze is super zacht. Maar je voelt wel die korreltjes lekker over je gezicht. Dan blijf ik in cirkelende bewegingen doen. En natuurlijk niet bij je oogcurls. Ik pak ook een beetje nek altijd mee. En dan moet ik zeggen, dan relax ik altijd. Want als iets lekker ruikt, word ik ook altijd zen van. Dat doe je eventjes totdat je denkt van, nou, dit is wel goed gecirculeerd. En goed gescrubbed. Je ziet al dat je huid al iets meer doorbloeding krijgt. Als je meer cirkelende bewegingen maakt. Meer kleur. Ik vind het ook gewoon leuk dat alles roze is. Dus blijf toch een meisje. Even kijken naar mij. Je ziet van die kleine korreltjes. Maar dat doet dus geen pijn. En dat vind ik dus ideaal. Dan heb ik de Clean Glow washand. Die maak je ook een beetje nat. Met koud water. Maar ik doe eigenlijk een beetje lauw. Warm water. Dus niet te warm, niet te koud. En je ziet dus dat mijn huid nu een beetje meer kleur heeft. Dat komt echt door het scrubben. Maar het voelt wel meteen zachter. En als je wel oneffenheden hebt wat ik heb. Dan heb je ook al het viezigheid zeg maar eruit gescrubbed. Klinkt vies, maar... Is wel zo. En dan eigenlijk is het eraf. Dan ga je ook altijd al viezigheid nog extra van je gezicht. Terwijl ik mijn gezicht al heb gewassen. Dus een scrub heeft goed geholpen. Oké, na die scrub vind ik het dus heerlijk om mijn moisturizer te gebruiken. Die gebruik ik eigenlijk voor als ik naar ga slapen. Als ik wel een keer mijn make-up afhaal. Meestal doe ik dat niet. Dus ik gebruik het meestal voordat ik me ga make-uppen. Of als ik voel dat mijn huid een beetje zo'n trekkend gevoel heeft. Dan vind ik het ook wel fijn om even lekker in te smeren met die moisturizer. En dan is je huid gewoon meteen helemaal glad. Heerlijk. Echt heerlijk. En dat is eigenlijk mijn scrub gebruik ik niet dagelijks. Moisturizer gebruik ik wel dagelijks. Zo ziet de moisturizer eruit. Natuurlijk, ik ben top. Ook roze. Scrubben doe ik 1 keer in de 2 weken. En het masker gebruik ik. Dat is lastig. Want als ik zoals dit, die kleine puistje, doe ik ook af en toe gewoon even mijn maskertje. Alleen op die 2 plekjes. Maar ik denk 1 keer in de 2 weken dat ik zo'n masker wel gebruik. En anders, als ik het vaker gebruik, dan is het echt om op die puistjes even goed te laten drogen. Dat het niet en meegepuist wordt. Volgende week vlog. Ik hoop dus dat we dan iets kunnen meenemen van jullie baby. En dan zie je Shoulder babykamer van denk ik helemaal compleet af met alle spullen die we hebben aangeschaft. No. En de kleertjes. Soms 2 weken. Nou, weet ik niet of die dan af is. En nog heel veel meer. We krijgen een nieuwe car. Ja, yes. Zeker. Of we deze gaan filmen weten we nog niet, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. Dus blijf abonneren, blijf liken, blijf supporten, blijf commenten. En dan zien we jullie over 2 weken. Love. Reiners.